tweede wedstrijd trouwens. Ja, met nummer 6 Wouter Verhulst en Tommelbeke. Die hier woensdag nog derde was. En Lothar Verhulst. Die 20 ronden. Van 3,1 kilometer. In totaal is dat 62 kilometer. Oh, hij kent die. Het einde van de eerste ronde met een premie van 10 euro te vonden. Wie zal de eerste premie inwachten? Hallo, Aron. Hoi, Kenzie. Hoi, Arben. Hoi, Kenzie. Hoi. Hoi, Arben. Hoi, Kenji. Hoi, Aron, ik ken hem. Hoi, Arne. Hoi, Arben. Hoe doe je het, Tom? Oh, we kennen die hoeje. Oh, we Aron. Oh, we Louis. Oh, we Arne. Oh, we Arben. Hoe doe je het, oh, we Aron. Oh, we Simon. Oh, Louis. Oh, wat is het? Goed, Kenzie! Oh, Aron! Ziet het al voor de eieren? Gewoon. Oh, wat is het aan Arne? Oh, Kenzie! Dan zijn er drie wij. Oh, Tom. Oh, hey, Aron. Oh, Van. Oh, hij kent je mee. Zo, dan kan je naar binnen. Kenji? Ja. Ah. Oh, Kenji, hoe je? Oh, dat is wel mooi, deze maar achter. Oh, wel Louis? Arthur en Shane, die waren ja, de hal. Hal Simon. Oh, Fabricio. Het zijn er wel, hè? Dit hebben die en hij mee van doen. Hoi, goed zo. Vuffe. Oh, we af! Aron, vuffen we! Hé, ho! Oh, we Eli! Oh, we Kenji! Oh, Aron! Waar zit hij? Ja, was. Kenji, oh Aron! Ik denk dat er ook 100. Dat is mooi lang hangen. Maar het is een flik, maar.
Maar aan de wachter. Goed werk, Kenji. Hou je haar aan, Epsken, hou! Ja. Binnen trein. Dat kent ze, net de haren. Ja, zo'n spurt. Owe broer! Owe broer! Zo'n zon afgesloten door Aaron de Wachter uit Wevelgem. Het is helemaal stil momenteel. Grote. Vier ronde van het einde. Oh, ja, dat is een hoog, Andy. Wat is het daarop? Die gaat wel goed met die. Die draait niet in de reeks. Laatste ronde voor Angelo van Meerhagen. Laatste ronde voor het peloton, allerlaatste ronde. En we zien Ruben Bisschop versnellen. Voor de sporter, dames en heren. De sporter, de rij van Dijk, vroeg nog. Daar zo rondom. En het is voor de West-Vlaamse kampioen. En ik denk dat het zo rondom is die het nip houdt. Super op. Maar uitsluiten krijgen we natuurlijk straks van de. Goeie Kenji. En het neemt een derde plaats in. Ja, dat past hier. Maar dat is uiteraard onder voorbehoud aan de heren. Ik ken het niet.